Ik hou een korte presentatie, een minuutje of 15. Ik heb 15 slides, moet lukken denk ik, over onze innovatie. Wij zijn tot nu toe helemaal niet betrokken geweest bij Brigade, dus dit is voor mij ook nieuw. Ik ga hier open in. Onze innovatie heet Droogtescan. En het gaat over een satelliet die droge dijken in het vizier houdt. Ik ga vertellen over de aanleiding. Waarom hebben we dit gedaan? De vraag die er was vanuit de eindgebruiker. Het idee wat we toen hadden. De innovatie zelf. Het product wat de innovatie heeft opgeleverd. Wat is er dan zo bijzonder aan? De unique selling points. Waar staan we nu? Status. De pers. Aandacht. Het vervolg, wat we al hebben bedacht aan vervolg. En wat we wellicht kunnen doen in de toekomst. De aanleiding is, is gelegen bij het Hoogheemmaatschap van Rijnland. Zij hebben een heleboel veenkades die heel gevoelig zijn voor droogte. 1200 kilometer kader, waarvan 900 veen en 400 kilometer zeer droogtegevoelig. Nou, iedere zomer, als het droog is, hebben zij een enorme hoeveelheid mensen die kades opgaan. En allemaal visueel inspecteren op scheuren en droogte. En ja, dat is een grote personele en financiële inzet. Hebben een vraag neergelegd. Ze hebben behoefte aan een inspectie, een droogteinspectie. Om beter dan wat ze nu doen, zeg maar, op basis van visuele inspectie. Nu gaat het zo dat bij een bepaald neerslagtekort, hè, dus dat zegt eigenlijk nog niet zo heel veel over de dijk zelf, over de veenkade, maar dat zegt erover wat er is gevallen en wat er is verdampt en het verschil daartussen. Bij een bepaald neerslagtekort gaat men naar buiten om te inspecteren. Bij nog meer neerslagtekort kijken we nog meer dijken. En bij een heel groot neerslagtekort van 200 mm gaan we alle dijken bekijken. Dus zo werkt het nu. Maar dat wil men eigenlijk kwalitatief verbeteren. En men wil ook kijken vooraf, nou, die 400 kilometer die nu worden aangemerkt of geoormerkt als zeer droogtegevoelig, zijn die wel zeer droogtegevoelig? Kunnen we daar niet op een andere manier naar kijken? Dus bij Rijnland hadden ze iets van, er zijn zoveel satellieten die meten van alles, kunnen die niet daaraan bijdragen om dat proces van inspecties en droogtemonitoring handiger aan te pakken? Nou, dus met andere woorden, kan het niet beter, sneller, goedkoper met satellietinformatie? Met die vraag zijn ze naar het Netherlands Space Office gestapt. En samen hebben ze een SBIR, dat is een innovatieuitvraag, uitgeschreven voor bedrijven, MKB, om met oplossingen te komen. Nou, daar hebben wij op gereageerd. En dan uiteindelijk is natuurlijk het doel om dit soort situaties zoals in Vilnis in de toekomst te voorkomen. Nou, wat hadden wij voor idee toen wij reageerden op die uitvraag? Wij hadden als idee om gebruik te maken van Sentinel-satellieten. Dat zijn satellieten van ESA. Die zijn al in de lucht. De data is gratis. Dat is allemaal heel makkelijk. Om die gegevens en dan zo goed mogelijk qua resolutie, ruimtelijke resolutie, om die te combineren met veldmetingen voor de validatie. En dan zeg maar, niet real-time, maar bijna real-time. Alle dijken in het hele gebied van Rijnland inzichtelijk te maken voor wat betreft droogte. Dat was het idee. Wat hebben we daarvoor ontwikkeld? We maken dus zoals gezegd gebruik van ESA Sentinel-satellieten. Dat zijn beelden die komen één keer in de 5 dagen worden die opgenomen. Dit is zeg maar één beeld, dat heet een tile. Het gebied van Rijnland ligt in het midden van die 3 tiles ongeveer. Dus in 3 tiles wordt Rijnland iedere 5 dagen opgenomen. En wat we daaruit halen is bodemvocht in alleen maar die kering. Dus we kunnen wel het hele gebied doen, maar we kijken specifiek naar die kering. Bodemvocht percentage in volume procent. De ruimtelijke resolutie waar we dat mee doen is 10 meter. En dat was echt wel dit is op dit moment het maximaal haalbare en ook het minimaal benodigde. Want je kunt je voorstellen, 10 meter, dat is al een redelijke pixel. Daar valt een dijk zeg maar net in, maar veel groter moet het niet worden. Nou, eenmaal per 5 dagen wordt een opname gemaakt.
En ongeveer, want je hebt natuurlijk te maken met bewolking, zijn 3 beelden per maand bruikbaar. Alle waterkeringen worden in 1 keer opgenomen, binnen een tel, zeg maar. En de tijd tussen de opname van de satelliet en het resultaat is 1 à 2 dagen. En dan hebben we het, zeg maar, online staan. De calibratie-validatie die doen we met ook eigenlijk met remote sensing, neersensing is dat. En met bodemvochtprikkers. En die is vlakdekkend. Dat wil zeggen dat we dus inderdaad ook gebieden nemen van 10 keer 10 meter... waar we dan meerdere meetpunten in hebben. En dat doen we op meerdere momenten dat de satelliet overkomt, doen we die veldvalidaties. Niet iedere keer, maar een aantal keer per jaar. Dat hele proces verloopt volledig geautomatiseerd, dus wij kunnen op vakantie. En het is een webapplicatie met een viewer, dus dan kan het waterschap zelf zien van hoe staat het voor met de dijken. En ze kunnen ook nog die data downloaden om in hun eigen systemen, Esri hebben zij, om dat te gebruiken. Dus dit is eigenlijk hoe we de innovatie. Het product ziet er dan zo uit, dus zeg maar die viewer. Rechts, aan de rechterkant kun je kiezen van welke datum je het beeld wilt zien. Daar wordt ook aangegeven hoeveel bewolking er is, dus een heel bewolkt beeld, dat kun je dan overslaan. En dan kun je dit inzoomen en dan kun je dus gewoon precies, dat zijn de outlines van de dijken, kun je kijken van hoe nat, hoe droog is die dijk. Wat zie je dan als je een beetje inzoomt? Je ziet variatie binnen een dijkvak. Hè? Dus een dijkvak is gedefinieerd als een deel van een waterkering met uniforme eigenschappen en belasting. Dus bijvoorbeeld dit is één dijkvak. Nou zou je zeggen, dat is dus uniform. Maar als je dan de meting bekijkt, dan zie je dat het helemaal niet uniform is. Dat er zit een droog stuk en een nat stuk en dat is allemaal in één dijkvak. Nou, dat is al interessant. Je ziet ook variatie in de tijd. Heel korte animatie laten zien. Even kijken waar ik ben met mijn muis. Dit is een opname in 2017. Het zijn een aantal beelden achter elkaar gezet. En dan zie je dus dat door de lente en zomer heen droger wordt en dan weer natter. Wat is er dan bijzonder aan? Of wat vinden wij er bijzonder aan? Hè? Of jullie het ook bijzonder vinden, dat horen we nog. Ten opzichte van de visuele inspectie heb je in ieder geval heel snel inzicht in alle dijken. Dus je hoeft niet met 100 man de dijk op. Je ziet eigenlijk wat het oog niet kan zien, namelijk het vocht in de dijk. En je hebt met mooi weer zonder bewolking wekelijks en anders maandelijks een nieuw inzicht. Dus je kunt het echt ook monitoren. Wat is er uniek ten opzichte van bijvoorbeeld neerslagtekort? Dat is zogenaamde meteorologische droogte. Het is een meting van de droogte in de dijk. Dus het is niet een berekening of een modellering op basis van regen en verdamping. Maar het is echt een meting van de dijk zelf. En wat is er uniek ten opzichte van concurrerende producten? De resolutie, 10 meter, is uniek. De vlakdekkende veldvalidatie is uniek en er zit geen interpolatie. Dus het zijn opnamen van 10 meter en het is een product van 10 meter resolutie. Wat is de status? Het is operationeel werkend. Rijnland neemt het af. Zij zijn dus onze launching customer. Zij hebben een licentie hierop. Zij gebruiken het om inderdaad verdroging te meten in plaats van te berekenen. Zij gebruiken het om inzicht te krijgen in de variatie, wat ik net liet zien in de tijd en binnen dijkvak. Dat monitoren ze en ze gebruiken het met name om gerichter te inspecteren. Dus zij kijken van oké, we moeten nu naar buiten, dus, het is heel droog. Waar moeten we als eerste naartoe? Waar is het droogst? En andere waterschappen zijn heel nieuwsgierig, maar, zeg ik er dan bij, komen nog niet heel erg over de brug. We hebben wel een aantal keer al de pers hiermee gehaald. We stonden in de Leidse Courant. We hebben op de website gestaan in de nieuwsbrief van Rijnland en bij NSO zelf. Dus aan persaandacht geen gebrek.
Wat hebben wij zelf op dit moment al voor vervolg in gedachten? Wij willen heel graag andere waterschappen interesseren. We zijn op dit moment met STOA Rijnland en Delfland bezig aan een vervolgonderzoek. En dat richt zich vooral bodemvocht wat we meten, wat dat zegt over het diepere in de dijk, zeg maar. Want je meet eigenlijk een toplaag. En wat zegt dat nou over die dijksterkte? We zijn bezig met het combineren van de data met allerlei andere gegevens, meteorologisch, schadebeelden, andere satellietdata. En voor dit stukje hebben we ook funding, onder andere van Zuid-Holland, waarvoor dank, en van ESA. We kunnen ook al verdrogingsreeksen gaan opbouwen, omdat we gewoon ook terug kunnen kijken in de tijd vanaf het moment dat die Sentinel-satellieten in de lucht waren. Nou, dan een stukje toekomst, wat we uiteindelijk nog wel willen. We kunnen ook kijken, natuurlijk, in plaats van alleen naar dijken, kunnen we kijken op perceelniveau, bij de waterschappen voor waterbeheer, maar ook agrarische sector. Daar hebben we al een aantal geïnteresseerde partijen. Je kunt het toepassen voor droogte, maar natuurlijk ook aan de andere kant. Je kunt het ook toepassen voor verzadiging, hoogwater, kweldetectie en dergelijke. Nou, en ik ben heel benieuwd hoe we ervoor staan. Ik heb een duimpje gezet achter technico, omdat ik denk dat dat wel goed zit, maar misschien niet. En de rest is voor mij ook een grote vraag. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Alsjeblieft, ik weet niet of er tot nu toe nog vragen zijn. Al vragen zijn, voordat we aan de tool beginnen.